Presto is een systeem om de aanwezigheid van studenten in de les digitaal te kunnen registreren. Het grote voordeel is dat we heel snel kunnen signaleren als studenten een week of een aantal dagen niet op de les zijn geweest. Dan kan de studieloopbaancoach snel contact opnemen en vragen wat er aan de hand is. Aan de andere kant hebben we het ook zo gedaan dat de docent die lesgeeft er eigenlijk helemaal niks aan hoeft te doen. Hij hoeft niet een bestand bij te houden, hij hoeft helemaal niks te registreren. Dat doet de student met behulp van dat pasje zelf. Ik noem het zelf gewoon een piepje systeem dat een piep geeft bij de ingang. Dus. Ik vind het wel handig, want je kan precies weten wanneer iemand binnenkomt en hoe vaak die er is. Hartstikke handig. Ik vind het heel erg onhandig om zo'n hele lijst door te gaan werken en zo. Weet je wel, van is Sven Schout aanwezig? Nee, dat is niks voor mij. Dus hartstikke onhandig ook. Dus het gaat gewoon heel erg snel. Je haalt je pasje er langs, piep en dan ben je klaar. Nou, het inchecken dat gaat heel makkelijk. Studenten hebben een pasje en op het moment dat ze het lokaal binnenkomen, dan hangt er net om de hoek aan de deurpost hangt een klein kastje. Daar houden ze hem voor en dan zijn ze ingecheckt en aanwezig geregistreerd. Wij zien hier de aanwezigheidsregistraties van mijn groep. Dit zijn de groep studenten waar ik coach over ben. Ik zie ook alleen maar dit overzicht. En dat is van maandag tot en met vrijdag. En hier zie je het hele rooster. In rood staat aangegeven waar de student niet is geweest. En in groen staat aangegeven waar de student zich present heeft gemeld. Het grote voordeel is dat de studieloopbaancoach in één oogopslag aan het eind van de week op zijn computer kan zien welke studenten regelmatig de lessen hebben bijgewoond en welke studenten helemaal niet geweest zijn of op een vast tijdstip niet komen. Nou, wat je uit dit plaatje heel goed kan zien is dat er hier een student, die heeft dus wel altijd een rooster, dus we verwachten hem ergens, maar hij is niet opkomen draven. Dus met deze student ga ik contact opnemen, want daar is iets aan de hand wat nog niet helemaal is zoals het moet zijn. Het systeem is niet bedoeld om te controleren, maar het systeem is duidelijk bedoeld om te signaleren. Als de student zijn pasje aan zijn buurman wil meegeven, ja, dan moet hij dat vooral doen. Maar dan bereik je er verder niks mee. Nee, en dan kan je er als studieloopbaancoach ook verder niks mee, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het signaleren. Ik heb niet het idee dat mijn privacy geschonden wordt van het pasje. Dat je als je je inlogt, dat je, omdat je alleen je naam ziet en die is alleen de studentencode. En ze weten niet meer gegevens dan de standaard schoolgegevens. Dan is een lijst er lopen toch ook privacy schending? Toch? Het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Het doet gewoon hetzelfde, maar dan gewoon digitaal. Wij hebben, voordat we hieraan begonnen, eerst aan een aantal studenten gevraagd hoe zou je het überhaupt vinden als we dit soort dingen registreren. Nou, die studenten geven over het algemeen aan, dat zijn we wel gewend, er wordt van alles van ons geregistreerd. Tegelijkertijd hebben we dat ook proberen officieel te regelen. De hogeschool heeft een ontheffing voor het registreren van een aantal gegevens. Die ontheffing is uitgebreid met dit onderdeel. Het is nu een pilot die tot februari duurt, de eerste twee onderwijsperiodes. We gaan dan evalueren en als we tevreden zijn, als de studieloopbaancoaches met name tevreden zijn, dan gaan we het uitrollen in de rest van het instituut.